En 30 jaar bij elkaar blijven is niet niks. Zeker als je zo'n vreselijk huwelijk hebt als Thomas en Hester. En ik wil, op het gevaar af dat ik nu even sentimenteel ga worden, namens de kinderen, namens Boris, Marion en mijzelf, voor zover ik weet, jullie heel eenvoudig bedanken voor de fantastische jeugd die wij hebben gehad. Papa, mama, wij houden van jullie. Bedankt. Nog 30 jaar erbij. Proost. Lieve Anton, Boris, Marion, wat een drietal. Drie fantastische kinderen hebben we, die elkaar volkomen in evenwicht houden. De een werkt te hard, de ander helemaal niet. En de derde is zo op zoek naar een echtgenoot dat ze er nooit in zal vinden. Oh, wat bedoel je daar precies mee? Ik bedoel dat ik vreselijk veel van jullie hou, dat bedoel ik. En onderbreek me nou niet, ik ben aan het speechen. Lieve kinderen. Lieve schoondochter. Lieve Suze, onze steun en toeverlaat, vooral niet te vergeten. En natuurlijk, lieve Hester. 30 jaar in liefde en harmonie samen zijn is niet niks. En ik ben welke hogere macht dan ook, die uiteindelijk de baas blijkt te zijn op deze aardkloot, uiterst dankbaar voor dat grote geschenk. Proost, ouwe. Bedankt. Als ik nog even jullie aandacht mag. Een hoogtepunt komt nooit alleen. De zaak bezit op dit moment de mooiste, de grootste en beroemdste diamant die het ooit bezeten heeft. Ik beschouw het als een symbool voor de liefde tussen mij en Hester. Enkele maanden geleden ontvingen wij uit Amerika de opdracht op zoek te gaan naar een beroemde steen. Mr. Bowman, hier aanwezig, al jaren mijn zeer gewaardeerde collega en goede vriend, representeert de opdrachtgever. Wij zijn in staat geweest met het hele team het krenk te vinden, te kopen. En ik wil hem jullie graag vanavond laten zien voor hij weer afreist naar de States. Dames en heren, ik toon u de blauwe duivel. It's the truth. Wat is er met jou? Er is niks met mij. Hoezo? Stond je raar naar mij te kijken? Ik stond gewoon te kijken. Mag ik niet even met meneer Bowman praten? Oh, is dat te praten? Het is een aardige man. Ja. Een beetje oud voor je. Maar als jij daarvan houdt. Je bent toch niet jaloers, broertje? Ach, stel je niet zo aan. Boris, je weet toch dat ik... Wat weet je toch?
dat ik misschien wel eens een keertje met die aardige meneer Boman mee zou gaan of zo. Maar dat het eigenlijk alleen maar is omdat ik... Omdat wat? Omdat ik zo verdriet heb, omdat ik eigenlijk jou wil. Maar als je broertje en zusje bent, dan mag dat niet. Eigenlijk wil ik jou. Oh, Boris, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou. Ik wil niet zoveel zuipen. Moet jij zeggen. Ga je mee naar boven? Nee. Stel je niet zo aan. Ik wil spullen laten zien die ik gekocht heb. Mag jij zeggen wat je ervan vindt? Feest is toch vervelend. Kom. Alles goed? Ja hoor. Hoofdpijn? Een beetje. Vind je het goed als ik even bij je kom zitten? Maar natuurlijk, alsjeblieft. Er gaan verhalen over die steen. Dat als je erin keek, dat je dan gek werd. Of als je hem te lang in je hand hield, dat hij er dan doorheen brandde. Echt schitterend. Een diamant met reputatie. Nee. De mythe is dat de blauwe duivel ongeluk brengt over degene die hem in zijn bezit heeft. En kijk nou eens naar het benauwde gezicht van Anton als hij dat zegt. Hij gelooft erin. Je hebt echt pijn, hè? Als je belooft dat je niet verder zal vertellen, het is 6.2 op de schaal van Richter. Moet je niet iets nemen dan? Ik heb het uitgesteld. Hoe meer je slikt, hoe slechter het werkt. Ik neem straks al wat. Het gaat wel. Het lijkt allemaal wel achter glas. Daar, die feestende mensen. Glas is eigenlijk ook diamant. Ik bedoel, als glas heel zeldzaam zou zijn en diamant minder, dan zou glas heel duur zijn. Wel beschouwd is er natuurlijk ook iets ongelooflijks en iets prachtigs, glas. Iets waar je doorheen kan kijken, schitterend. Je bent vanavond opgewekt, Janneke. Ik voel me ook goed. Ik ben opgelucht, omdat ik een beslissing heb genomen. Een beslissing? Waarover? Over alles eigenlijk. Maar kan je niet meer vertellen, het zal alles kapot maken. Geheimpje, geheimpje. Ik ben benieuwd. Heeft het met jou en Anton te maken? Ja. Ja, het heeft heel veel met Anton en mij te maken. Heel veel, veel, ja. Kinderen? Kinderen? Nee. Ik kan je echt niet meer vertellen. Wacht. Ik ga even iets voor je halen. Ik kan dit niet aanzien. Ligt het op de gewone plaats? Ja. Zo terug. Dank je, Janneke. Oké. Nou, de volgende. Ik heb hem helemaal een breuk gekocht vandaag. Ga je naar me zitten kijken? Ja. Vind je het mooi? Je bent op je moois nu. Mooie woordje niet. Alleen maar lelijke. Nou, dan hebben we hier nog iets. Dat is doorzichtig en toch ook weer niet. En volgens mij moet het er niks onder aan. Zien? Ja. Now, this man is really wealthy. Jesus, he is loaded! I was just telling Anton here about our Texas connection. Als je niet erg vindt, wil ik liever zo gaan. Nu. Nu? Ja, dat is goed. Ja, nou, ik moet morgen toch vroeg op de zaak zijn. Well, I see you in the morning. Yeah, sure. Bye-bye. See you around. Good night. Wat was je vrolijk vanavond? Oh ja? Vrolijk. Is dat het woord? Nee, misschien niet. Ik voelde me goed. Het was een echt feestelijk feest. Je keek blijmoedig uit je ogen. Blijmoedig? Vond je dat erg? Nee, leuk. Ik bedoel, ik ben blij dat je weer een beetje... Nou ja, de laatste tijd... Was je toch wat, ja. Dat zal allemaal veranderen. Ja? De kogel is door de kerk. Hoe bedoel je? Ik
Kan je op de hoek nog even stoppen? Ik wil nog even een brief posten. Nu? Ja. Oké, goed. Een brief aan wie? Moet jij alles weten? Heb jij een minnaar? Ja, dat zal het zijn.